Rode JC heeft al 5 wedstrijden op een rij niet van Den Bosch weten te winnen. Maar nu zou het toch een keer moeten gaan als nummer 8 tegen de nummer laatst Den Bosch. Maar Den Bosch komt wel op voorsprong. Natuurlijk is het Jis Hoornkamp die scoort, de topscorer voor Den Bosch. En zo staat het in de 8e minuut al 1-0. En in de 9e minuut al 2-0. Romano Postema zet de 2-0. Op het scorebord en dan gaat het lekker draaien bij Den Bosch. En is Roda JC de ploeg die het nakijken heeft. Elke keer weer binnen het kwartier 3-0. Steven van der Heijden. Dit is Stoefjan Aandag. Pikt ook zijn doelpuntje mee. 4-0 nog voor de rust. Een ongekende wilde voor Den Bosch. Uitslagen van 6-0, 6-1, 6-2 zijn er vaak te zien geweest bij Den Bosch. Maar dan wel tegen de Bossenaren. In de tweede helft gewoon precies hetzelfde spelbeeld. FC Den Bosch krijgt kansen en weet te scoren. Romano Postema met de 5-0. En Postema tekent ook voor zijn hat-trick in deze wedstrijd. 6-0, zijn 10e van het seizoen. En de vreugde blijft even groot als bij het eerste doelpunt. Rode JC heeft een ongekende off-day vandaag. 7-0, een 7-klapper voor Den Bosch tegen Roda vandaag. Jis Hoornkamp maakt ook zijn 2e in deze partij. Wat een wilde voor de nummer laatst. En de rode lantaarn nu niet meer in handen van Den Bosch.